FC Groningen gaat zaterdagavond voor de 24e keer op bezoek bij ADO Den Haag. FC Groningen won tot nu toe 10 keer in Den Haag, speelde 5 keer gelijk en verloor 8 keer. Uitgekookt gedaan van Henny Meijer. En Rosien is het, die scoort. 1-0 van de stip, Jos Rosien. Huizing. Roda bezweek. Vooral door Huizing vorige week. Ten Kaat. Lens zit ertussen. Meijer moet het afmaken en doet dat. Hugo, de corner. Veel mensen tuimelen over elkaar. Florijn kan het nog even proberen. Er staan er nog een paar. Van der Linden. En dat is een doelpunt. Dat kun je een zondagschot noemen. Want het is vandaag zondag van Antoine van der Linden. Nefland pikt die bal op en gaat daar goed mee vandoor. Nefland en een doelpunt. En zo komt Groningen in de eerste helft al op 2-0. Dit is een weelde voor Groningen. 2-0 voor in Den Haag. En dan zou je zeggen dat het eigenlijk niet mis mag gaan. Hugo. Weggewerkt door Sijs. Kan nog nu van der Linden. En dan is het 3-0 door Van Gessel. Op Bakuna, die geen overtreding maakt. Leandro Bakuna, Ene Voltsen heeft hij bij zich. Bakuna, goed gedaan! En daar is de goal voor Groningen van Petter Andersson. Zo staat Groningen hier op voorsprong in Den Haag. Andersson. Nou, goed gegeven zeg. Stenman, weer een goede redding van Coutinho. Maar dan zit hij er in tweede instantie alsnog in. En staat Groningen weer op voorsprong. Frederik Stenman scoort. Slechte paas van Immers. Ruimte lag er wel bij Toornstra. Tadic. Andersson versnelt. Petter Andersson. Oh, wat mooi afgemaakt zeg. 3-2 voor FC Groningen. En hij speelt een heerlijke wedstrijd. Petter Andersson. Goed verlengd, Agilore. Tadic. Wachten op de mensen die komen. Hiarie is er daar een van. Hiarie. Oh, wat een mooie goal van Tom Hiarie. Groningen komt op 4-2 en Hiarie beslist de wedstrijd. Achter de bal, Schet. En hier is de 0-1 via Sparf. Die wel opvallend vrij staat bij het inkoppen. Het gebeurt in de 34e minuut. En Groningen neemt een 1-0 voorsprong bij ADO.